Mijn naam is Peter Allemeers, ik ben 53 jaar. Ben Europees kampioen zeilwagenrijden klasse 2. Zeilwagenrijden en mijn werk is alle twee een passie. Zolang dat je het graag doet, doe ik het goed. En ik denk dat ik mijn sport goed doe en dat ik probeer mijn werk ook goed te doen. En zolang dat een passie blijft, blijf ik het doen. De dag dat geen passie meer is, stop ik. Op onze stranden hebben wij dus een mogelijkheid van tot snelheden te bereiken tot 120, maximum 140. Natuurlijk op een draailijk gaat het dan gemakkelijker naar de 180, 200 km per uur, afhankelijk van de wind. Mijn interesse is eigenlijk begonnen van kinds af aan. Mijn vader was een fervent zeiler. Ik heb een beetje de virus gekregen, maar mijn vader zat vooral op zee. En ik heb dan eigenlijk overgeschakeld naar de zeilwagen rijden. Waarom? Vooral voor de snelheid die een enorme kick had. De rol van de wind is van zeer groot belang, omdat een kampioenschap zich speelt op een hele week. En als de wind gedurende die week uit verschillende richtingen komt, dan zijn eigenlijk de beste piloten die de meeste kans maken om te winnen. Want als het bijvoorbeeld enkel een hele week rechtdoor is, dan zijn de snelheidsduivels of de hele jonge mensen die geen erge ongeval tegengekomen hebben, die zich dan durven riskeren, maar wij zijn meer voor tactische wedstrijden. Volgend jaar is er geen wereldkampioenschap. Het volgende wereldkampioenschap is in 2018. Dus volgend jaar hebben we nog een Europees kampioenschap. En ik hoop van er eigenlijk nog bij te zijn. En zoals het er nu uitziet, maak ik nog kans van in de eerste drie te eindigen. Whatever you need, whatever you use.